Good morning, everyone. De kids zojuist naar school gebracht. Oh ja, by the way. Leuk dat je op mijn video hebt geklikt. Het is vandaag dinsdag. En vandaag heb ik gewoon een hele lange werkdag. Ik ben vandaag met 3 andere collega's. En vandaag hebben wij heel veel belangrijke taken. Of onderwerpen of belangrijke dingen die wij moeten bespreken. Want wat willen wij gaan doen? Wij willen onze team uitbreiden. Mieke Amsterdam, dus er komen vacatures vrij. Wij gaan werken met stagiaires, dus er komen ook stageplekken vrij. AUB, stuur mij geen DM met hebben jullie dit en dit nodig. Wat jullie mogen doen is, mochten jullie bij onze stage willen lopen en zit je op een HBO niveau of een MBO niveau, stuur ons een mail naar info@mikaofficial.com en hou onze website in de gaten en onze Instagram van Mieke Amsterdam. Ja, ik zet de e-mailadres en de website en de Instagram, alle 3 onder elkaar, onder deze video. En daarbuitenom, ja, ik heb mega veel zin in deze werkdag. / geen zin in deze werkdag. Geen zin omdat wij echt heel veel moeten bespreken. Dus het wordt echt de hele dag veel communiceren, communicatie. En ik heb vooral heel veel zin in omdat ik gewoon echt gemotiveerd ben. Ik ben gemotiveerd voor nieuwe dingen. Ik heb mijn blazer aangetrokken omdat ik gemotiveerd ben vandaag. Maar ja, nu klink ik echt als een idioot volgens mij. Maar dat maakt ook niet uit. Ik heb maar 4 uur geslapen. Let's start there. Jongens, voor de mensen die mij vragen waar deze keuken vandaan komt. Deze is gewrapt. Dit is gewoon een witte keuken. Maar hij is helemaal gewrapt door wrapitnow.nl. Dan weten jullie dat. Want ik krijg daar wel eens de vraag over. En elke keer vergeet ik erop in te gaan. Want in het begin heb ik het heel vaak gedeeld. Maar wrapitnow.nl. Ik post hun Instagram onder deze video. Wat ik ook even wilde laten zien. Ik heb even dit gehaald bij de Action. Volgens mij had ik dat al laten zien in mijn vorige video. Die heb ik even meegenomen naar de zaak. Ik ben zo benieuwd naar hoe deze ruikt. Dadels, nootjes, lekker gezond. Echt, hè? Lekker aan het werk. Guys, wij hebben zojuist besloten met z'n allen om de krultang van Mieke Amsterdam, die is natuurlijk uitverkocht. Dus we hebben besloten om die online te zetten als een pre-order. Maar wij dachten, ja, wat is nou leuk om nog extra erbij te doen? Dat is namelijk even spelen met de prijs. Dus hij is nu online als een pre-order verkrijgbaar op de website van Mieke Amsterdam. Voor een hele aantrekkelijke prijs. Dus kijk op de website. En ja, ik zou zeggen heel veel shopplezier. Mocht je de krultang nog niet hebben. Of wil je iemand verrassen. Of forever. Het is nu je kans om hem te aanschaffen met een hele leuke prijs. Mm-hmm. Eén borstel. Mm-hmm. Of meerdere. Mm-hmm. Haarclipjes. Oh, nice. Haarclipjes. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Ja, leuk grap. Haar. Clipjes. Shampoo. Nice, shampoo. Ja. Hair conditioner. Antonio. Yes. Vertel. Wij gaan binnenkort vacatures online zetten. Wij gaan knallen. Wij gaan knallen. En naar wie gaan wij op zoek? Wij zijn op zoek naar 4 profielen. Ja. Die ons mogen versterken. Ik moet er even spieken. Een designer. Ja. Met passie voor roze. Vooral passie. Roze hoeft niet per se, maar oké. Okay. Ja, met vooral passie voor de cosmetica, ja. Waar we ons in bevinden. Een marketing communicatie medewerker. Ja. Of stagiair, overigens mogen ik ook stagiaire zijn. Ja. Een sales stagiaire en een administratief medewerker of stagiaire. Ja. De profielen worden nu uitgewerkt, die ga je binnenkort zien. Ja. Wat je moet doen, hoe je het moet doen. En wie allemaal je collega's worden. Ja. Dus we hopen je gauw te zien op onze selectiedag. Ja, wij gaan als eerste, even voor de duidelijkheid. Als eerst beginnen we met stagiaires. Dus er komen stageplekken vrij in ons bedrijf. Thanks. Zie je. Nou, ik ben lekker thuis na een lange werkdag. En we gaan mijn fave pasta eten. En ik heb jou ook gemist, liefie. Jij ook, liefie.
een hele goede morgen. Vandaag is het woensdag. Oh my god, jongens. Deze dagen lijkt echt op een... Weet ik niet wat. Echt. Ik merk gewoon de laatste tijd. Vooral in Nederland. Omdat ik elke dag zoveel aan het werk ben. En zoveel met dingen bezig ben. Dat ik gewoon amper tijd heb voor mezelf. En ik heb echt wel zin om tijd voor mezelf te maken. Ik moet echt iets aan deze lelijke nagels gaan doen. Ik moet gewoon... wat aan mezelf gaan doen. Ik moet gewoon. Ik ben even snel naar de zaak gereden om een printer op te halen. Want ik heb thuis printer nodig. We hebben onze eerste echt officiële bouwtekeningen binnengekregen. Dat hadden we al eerder binnengekregen. Maar nu moeten we echt een akkoord geven. En we willen ze even uitprinten. Zodat een vriend of een kennis van ons daarna gaat kijken. Die hebben ook laatst een huis gebouwd. En die had tegen ons gezegd, als je wilt, print ze uit en breng ze even naar me toe. En hem was al iets opgevallen. Dat wij, zeg maar, een muur bij de keuken, waar we onze keuken willen. Dat zeg maar, qua afmetingen niet symmetrisch was. Nou, in ieder geval, dat we dan niet, zeg maar... er was iets met die kasten. Want daar komen, zeg maar, de keukenkasten ingebouwd. En hij zei, als jullie deze metingen aanhouden, dan heb je straks met het uitkiezen van een keuken een probleem. Want dan moet je alles op maat laten maken. En dat is veel meer hoofdpijn dan dat je standaard maten, bijvoorbeeld keukenkastjes neemt of wat dan ook. Dus dat is wel iets waar wij zelf niet over na hebben gedacht. En super fijn dat het hem wel is opgevallen. En dan kunnen wij dat nog veranderen. En dat even doorgeven aan onze aannemer. Want de bouwtekeningen zijn nog niet officieel verstuurd naar de gemeente. Maar dat gaat vandaag wel gebeuren. Dus een beetje stress vandaag. Of morgen. Uiterlijk morgen. En dan kan de gemeente nog zeggen van... Hé, jongens, weet je. Dit mogen jullie niet. Of dit moeten jullie nog erbij. Of dit. Want wat ik wel weet is... Wij zijn verplicht om voor een vleermuis een huisje in de tuin... We moeten een huisje voor een vleermuis plaatsen. Oh my god, vleerhuis, vleermuis, ik moet niet eens aan mijn woorden. Dat is dus een van de verplichtingen waar we aan moeten houden. En ja, er zijn best wel veel dingen waar we ons aan moeten houden vanuit de gemeente. Het is best wel een wijk waar er komt ook geen gas en dat soort dingen. Ze willen zoveel mogelijk aan natuur denken. Maar dat zijn wel echt dingen waar ik zelf ook heel erg achter sta. Nou, kijk eens wat er binnen is. Zo leuk dit. Zal ik even morgen dit even uitpakken. En met jullie delen. Ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. Ik ga nu... Jongens! Wat willen jullie eten? Wij willen misschien spaghetti. Willen jullie spaghetti? Nee, gewoon noodles. Noodles? Ik wil zelf een spaghetti. Ja? Maar spaghetti hebben we gisteren al gegeten, toch? Met garnalen. Pizza. Zullen we pizza in de oven doen? Vandaag lekker makkelijk. Papa is ook niet thuis. Nee. Ja, zullen we pizza in de oven doen? Wat zei je, Zee? Verrassing voor papa. Verrassing voor papa? Papa is volgende maand pas jarig. Dat weet jij, toch? Of ben je dat vergeten? Huh? Was je dat vergeten? Ah, zei. Voilà! Restaurante! Ik ben zo ingekakt. Ik moest heel veel dingen opvragen bij mijn boekhouder. En die moest ik allemaal aanleveren. Bij de Rabobank. Nou ja, dat heb ik even gedaan. Maar het heeft me heel veel tijd en energie gekost. Vooral mijn boekhouder. En ja. Dus dat. Daar was ik eigenlijk vandaag de hele dag mee bezig. Behalve dat ik even snel naar de zaak ben gerend. Gereden. Toen straks moest hij vanavond een wedstrijd. Een KNVB-wedstrijd. Tegen NAC Breda spelen ze vandaag. En
Ja, die is dus niet thuis. Ik ben alleen met de kinderen. Kinderen gaan gewoon om 7 uur naar bed. Die zijn vanmiddag ook even gaan spelen bij een klasgenootje van Arda en een klasgenootje van Zeen. Het zijn namelijk broer en zus. Dus ze zijn even bij hun gaan spelen. En voor de rest heb ik vandaag niks gedaan. Ik merk wel dat dat mijn hoofd heel erg vol zit. Dat merk ik gewoon echt heel erg, jongens. Ik weet even niet. Misschien moet ik een coach inhuren, inschakelen. Dat ik denk van oké, die kan me een beetje coachen in de zin van hoe ik dingen gewoon moet regelen. Ik merk gewoon dat ik te veel met te veel verschillende dingen bezig ben. En dat kost me heel veel tijd en energie. Goedemorgen. Ik heb mijn haar gekruld met Mieke Amsterdam krultang, de 25 mm. Ik krijg echt heel veel berichten over Mali. Wanneer ga je een andere maat van de krultang uitbrengen? En ik ben bezig met het maken van precies dezelfde krultang. Ook gewoon dat die extra lang is. Ik weet niet of die qua lengte precies dezelfde lengte krijgt. Maar ik wil hem wel gewoon langer als normaal. Wat normaal gewoon 9 van de 10 op de markt is. En daarom is deze krultang ook heel erg geliefd bij mensen. En ik wil gewoon dat de krultang die van 32 mm qua dikte. Zit ik heel erg te denken van zou ik daar wel een klep bij doen zeg maar. Of zou ik het zonder zo'n klep doen. Wat denken jullie, met of zonder? Plus ik ben ook heel erg aan het twijfelen over de kleur. Want kijk, dit is de krultang en dit is natuurlijk onze stijltang. En zoals jullie zien zit het in dezelfde kleurpatroon. Wat vinden jullie als ik de 32 mm krultang uitbreng? Moet ik hem ook in dezelfde kleur laten? Of zeggen jullie van doe helemaal wat anders? Ik weet niet waarom ik zo van aan het praten ben. Want ik heb echt mega veel haast. By the way, ik breng de Airbrush Flawless Setting Spray van Charlotte Tilbury aan. Ik heb gisteren een zelfbruiner aangebracht. Ik ben echt mega bruin. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Kijk dan mijn handen. Ja, de belichting is niet zo goed hier. Maar ik heb dus deze PR pakket ontvangen. Een tijdje geleden. En ik ben sowieso mega fan van Bondi Sands. En ik heb dus gisteren deze gebruikt. Dit is de Self-Tanning Foam 1 Hour Express. En hij ruikt ook naar kokos. Zo lekker ruikt hij. Want normaal 9 van de 10 ruikt ze helemaal niet lekker. Vooral niet als je ermee gaat slapen. En ik heb ermee geslapen. En ik werd wakker en ik dacht, oh my god, ik ben zo bruin. Ik ben nog nooit zo bruin geweest door een zelfbruiner. Ja, dat dus. En ik ga naar een groothandel samen met Sophia. Wij gaan even kijken wat voor dingen ze daar hebben voor Valentijn. Voor onze bestellingen tijdens de Valentijnsdag. Potlood, die doet het even niet. Dus pak ik even snel een andere. Ja, deze doet het ook niet. Gaat helemaal goed hier. En ik breng nu de lipstift aan Pillow Talk van Charlotte Tilbury. Ik ga dus vandaag met Sophia naar een groothandel genaamd Tika. Het zit in Aalsmeer. Dat zeg ik alvast, want ik ga het straks vergeten om te zeggen waar ik ben geweest. En dan krijg ik onder mijn vlog weer vragen van welke groothandel. Het is niet dat ik het erg vind. Maar elke keer vergeet ik dat door te geven. Het heet Tika, dan weten jullie dat. Maar je moet wel echt bij de KVK ingeschreven staan volgens mij om daar een pasje aan te vragen. Ja, mocht je meer informatie van hun willen, dan kun je op hun website kijken of even contact met hun opnemen. Maar je kunt daar van alles kopen. En wij gaan vooral vandaag voor de packaging. Naar dingen gegaan. Naar, oh ja, trouwens deze haarclipjes die komen ook binnenkort online. Ook van Mika. Ze zijn echt super fijn. En ze komen ook in babyblauw. Kijk hoe leuk ze zijn. Echt zo cute. En ze komen ook in babyblauw. Want ja, jullie kennen me. Ik hou echt van blauwe kleur. Dus ik wilde per se die haarclipjes in een babyblauwe kleur hebben. En ik heb mijn haar echt in 10 minuten gekruld. Dat kun je echt zien. Ik heb echt snel slag in mijn haar gedaan. Zo, voilà. Ik heb echt lang mijn...
mijn haar niet gedaan. Ik heb lang niet mijzelf echt een beetje opgemaakt. Dat hebben jullie ook wel gezien, denk ik, afgelopen tijden of afgelopen dagen. Sinds oud en nieuw ben ik eigenlijk alleen maar bezig met werken, 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 werken. En ik ga vandaag iets heel leuks aantrekken, namelijk van My Closet NL. Laat ik jullie ook even zien. Oké, ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb deze prachtige pantalonbroek. Ja, jullie kunnen het niet zo heel goed zien. Maar kijk eens, zo ziet hij eruit. Deze prachtige pantalonbroek samen met deze blazer en een zwarte hoodie. Nou, in ieder geval, kijk hoe leuk deze blazer is. Aan de ene kant is die all black en aan de andere kant heeft hij van die strepen doorheen. Wat overeenkomt met die pantalon. Het is een set, by the way. En deze heb ik van My Closet NL. En ik post een Instagram onder deze video. En deze trek ik vandaag aan en ik voel me helemaal happy weer. Ik voel me weer een Malika, laat ik het daarop houden. En vanaf vandaag heb ik mezelf beloofd, jij gaat niet meer 10 uur per dag werken. Je gaat 9 uur per dag werken en 1 uur ga je besteden aan je uiterlijk. Want je vergeet jezelf een beetje afgelopen tijd. Dus ik ga mezelf niet meer vergeten. En wat ik jullie ook wil laten zien is echt mijn reddende engel. Jullie willen niet weten hoeveel ik mijn tapijt heb beschadigd hier in dit huis. Kijk, dit is bijvoorbeeld een goede voorbeeld. Kijk dan, dit komt gewoon door een krultang. Het is toch een uitvinding. En die kleuren bij elkaar, zo nice. Ik ben helemaal verliefd op mijn eigen product. Is dat raar om te zeggen? Jongens, ik wilde het nog even hebben over de aflevering van Boos. Die we gisteren allemaal hebben gezien. Ik ben echt mega kwaad na het zien van zo'n aflevering. En dat ik denk van wauw, gebeurt dit nou echt? Gewoon machtsmisbruik en gewoon zoveel meiden, zoveel dames, zoveel jonge meiden die daarmee te maken hebben gehad. Gisteren had Ali B na de uitzending volgens mij een verhaal op zijn Insta gepost. En ja, wij hebben allemaal dat verhaal wel gezien en ik had die geliked. En dat is dus heel erg verkeerd overgekomen. En er gingen allemaal dingen rond dat ik achter Ali B en zijn daden sta. En vanochtend heb ik ook een soort van een kleine discussie met een volger van mij gehad. Uiteindelijk hebben we het toch een soort van opgelost en hebben we elkaar begrepen. En wat ik hiermee wil zeggen is, ik sta absoluut niet achter machtsmisbruik en achter maakt niet uit wie het is op deze wereld die een ander pijn doet. Ik sta daar echt niet achter. Dat mogen jullie echt vanuit mijn hart weten. Maar ik denk dat jullie dat ook wel weten. Alleen heel veel mensen begrepen niet waarom ik die post van Ali B had geliked. En that's it. Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. Jongens, ik ben er al. Ik ben aangekomen. Ik moest 1 uur en 40 minuten rijden. Oh my god. Ik moet altijd zo ver weg van mijn huis. Ik woon echt middle of nowhere vergeleken met... Heel veel mensen denken dat ik uit Amsterdam of Rotterdam kom. Uit het westen. I don't know why. Maar ik kom echt niet uit het westen. Ik heb nooit in het westen gewoond. Ik kom lekker uit het oosten. Maar ik had geen tijd om mijn sieraden om te doen thuis. Dus ik ga mijn sieraden van Purley. Dit zijn mijn nieuwe sieraden. Ga ik even hier omdoen. Dit is van hun Love... Heart collectie. Dit is een limited edition collectie. En heel veel mensen vragen mij de laatste tijd waar mijn kettingen, armbanden en zo vandaan komen. 9 van de 10 is het van Purley. Ik ben echt gek op hun merk. En het is waterdicht. Dus je kan ermee douchen. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Want ik draag eigenlijk bijna geen sieraden. Behalve... Als ik wel eens wat bij de pre-koop of zo, dan is het meestal voor 1 à 2 keer en gooi ik het weg, want dan verkleuren ze toch. Even kijken, ik heb hier van die hele mooie oorbellen van de Love Heart collectie. Ja, je kan het niet goed zien, maar ze zijn echt super nice. En ik hou echt van hele fijne en mooie sieraden. Vooral fijne sieraden vind ik altijd heel mooi. Soms heb ik wel eens de neiging om hele grove sieraden te dragen. Maar 9 van de 10 zien jullie mij altijd wel met hele fijne sieraden. Even kijken wat hierin zit. Oh my god, ik zit gewoon hier. Middle of nowhere. Unboxing te doen van Purley. Sieraden hebben ze echt in meerdere kleuren.
Dus mocht je niet echt fan zijn van goud, dan kun je ook voor een zilveren kleur gaan. Of rosé. Hebben ze ook. Kijk hoe mooi deze ketting is. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Look at this. Maar ik hoop niet dat ik vandaag wat ga zien. Wat ik echt wil scoren. Voor in huis of whatever. Want ik heb zoveel spullen. Dat ik ook op de zaak. Dat ik denk van oké, it's enough. You know. En ik heb nog maar een paar maanden. Dan moeten wij ons huis uit. Dus ik kan echt niet nieuwe spulletjes aanschaffen. De oorbelletjes heb ik in. Kijk hoe leuk deze zijn. Wat zo mooi. Voilà, voilà. Kijk hoe mooi. Ja, ik vind het prachtig. En natuurlijk zou ik jullie dit niet laten zien als ik geen leuke kortingscode voor jullie had. Want Love Malika levert jou 20% korting op. Onder deze video post ik mijn kortingscode en de website van Purlay. Dus klik op hun website en kijk of jij wat leuks kan scoren tussen. En deze collectie is by the way limited edition. Dus volgens mij is dit een tijdelijke collectie. En je moet er snel bij zijn mocht je dit ook willen. Nou, wij zijn hier beland. Ik zit even te denken voor op de zaak. Hebben we zeep nodig, Sofie? Nou, ik zag laatst nog zeep liggen. Oh, je zag zeep liggen. Voordat hij... Voordat hij ik heb het wel gezegd. Wat? Ik heb het wel doorgegeven. Ja? Ja. Jongens, ik ben met Sofie. Zijn we geslaagd bij Tika? Yes, ja. Zeker. We zijn geslaagd, het was gezellig. En wat wij nu gaan doen is lekker aan de McDonald's. Ik heb mijn Happy Meal, dus ik ben een happy girl. En we hebben vandaag de nieuwe spicy veggie McChicken. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Ik ben zo benieuwd. Ik vind die normale veggie McChicken niet zo heel lekker. Dus daarom neem ik bijna altijd een visburger. We gaan even proeven. En? Dat is echt super. De saus is top. Ja. Mm. Lekkerder dan die normale. Mm-hmm. Maar dan moet je wel van spicy houden. Ja. Ken je die visburger van de Happy Meal? Wil je proeven? Ik heb nog nooit een leven Happy Meal gehad. Heb jij nog nooit Happy Meal gehad? Dus je bent geen happy girl. Proef even. Ik heb de psyweer gehad. Ik kreeg nooit Happy Meal. Depressief. Mijn vlog gaat heten Depressieve Jeugd. Lekker, hè? Ja. Ik zei het toch? Ja, visburgers zijn sowieso lekker. Je hebt het ook vaak. Nou, back to reality. Back to home. Ik heb vandaag bij Tika deze kaars gescoord. En deze rook zo lekker. Dus ik ben zo benieuwd. Hij ruikt echt lekker, hè? Ja, laat hem erin. Of moet hij niet erin? Nee, doe maar eruit. Twee is voldoende, toch? Mm-hmm. Echt benieuwd. Of doen we alle vier? Ja? Ja, gewoon even kijken hoe de geur is. Doe gek. Nou, het is eigenlijk niet gek doen. Echt benieuwd. Hij ruikt lekker, hoor. Ja? Voilà. Me happy.